wat er vandaag gebeurt. Is hij behekst, meneer? Ja, volgens mij wel. Piet! Ja? Jouw kenteken is mooi. Oh, au! Oh, au! Oh. Dat wordt dan 1000 euro. Kikker! Ja, ik ben ineens op tour. Let's go! Hapte! Nee! Marius! Welkom. Een nieuwe video. Wat een feest. Hey, als je nu eens even op de like duwt, maak je mij heel blij. Mocht je nu zijn, abonneer zeker ook even. In de vorige video keken we of we de 700 likes kunnen aantikken. Wel, ik kan je zeggen, momenteel hebben we er 859. Dus dat is zeker gelukt. Maar nu is de vraag of we op deze video ook de 700 likes kunnen aantikken. Dus laat zeker even een like achter. Dan nog even lof naar alle leden. Super bedankt voor jullie support. En dan rest er mij nog maar één ding te zeggen. Veel kijkplezier. Yo! Komt u ook lekker sporten, meneer? Jazeker. Holy shit. Is hij behekst, meneer? Ja, volgens mij wel. Ik zou maar naar de basic vet gaan als ik van nu was. Ik ga heel snel weg. Oh, ze gaan vallen. Yo! Holy fuck. Ik was hier dus net even aan het sporten. Ik moest mijn stamina mijn strength 100 krijgen. Zoals je kan zien is mijn strength 100. Mijn stamina die kan maar 95. En ik moet nog 0,08%. Maar dat doe ik wel eens een andere keer. Komt helemaal goed. Alleszins, ik kreeg net een appje van Piet dat hij bij Lommeng staat. Daar in de buurt nog alleszins. Dus wij gaan even met mijn R7 er die kant op om te kijken wat Piet juist allemaal gaat uitspoken is. Sorry! We gaan even naar Lommeng. Ik weet oprecht niet wat Piet aan het doen is. Waarschijnlijk is hij weer met de kikker of zo en alle gekke dingen aan het doen. Ja, ik ben wel heel benieuwd. Ik ga even die kant op kijken wat hij allemaal aan het uitspoken is. Oh, daar staat hij al. Oh, hij loopt zelfs een beetje mank. Piet! Mijn doodslag. Ja? Wie ja, gaan we daar hebben? Ik ga mij doodslaan. Oh, nee. Kijk, deze meneer ging mij doodslaan. Oh, die meneer ging je doodslaan. Niet aardig. Is mijn best. Is de kikker hier niet? Ja, wacht, ik zal hem eens voor. Nee. Je moet hem ook niet halen, man. Dan zit hij niet. Hij is wel in de stad. Hé, hey, kikker. Nee, we gaan snel weg. Ik moest je van maken. Nee, Piet. Wij gaan. De kikker komt. Bij Lommeng. Hij is echt. Dit is gewoon een vergiftiging. Ik heb ze 7 nachten. Ik zweer het. Ja, Lommeng. Ik heb ze echt 7 gescoopt. Hé! Zo! Ah joh! Kijk, Piet, met een topper! Ik moet sowieso nieuw! Piet, je bent echt een topper. Ik heb keer een auto gestolen. Ah, lekker man. Kerel ging gewoon een auto stelen, hè. En hoe gaat het nog in het dagelijks leven, jong Piet? Ja, goed met jou. Goed. Wat doe je allemaal nog? Jouw kenteken is mooi. Mijn kenteken is mooi? Ja. Wat ben jij aan het doen dan? Ja, maar ik ben me heel wat aan het vervelen, Piet. Ik weet niet of jij nog iets leuk hebt wat we kunnen doen. Oh, je weet het niet. Parachute springen is dan leuk? Parachute springen? Ja, de eiland. Geld verdienen. Oh nee. Geld verdienen op eiland? Ja, dat kan ik ook wel doen. Ik zou te denken aan overval. Ja, dat is ook leuk. Maar hij is wel gevaarlijk. Misschien heb ik ook Kallas daarvoor nodig. Ja. Kallas is wel de echte man. En die weet hoe het moet, hoe dat werkt. Kallas, die hebben we daarvoor nodig. Misschien komt die straks in de stad. Inderdaad, dan kunnen we hem eens bellen. Ik vraag hem dat hij wil meedoen met een overval. Oh! De ambulance rijdt bijna dood, joh. Dikke gek. Meneer rijdt ook gewoon door. Hey. Ik had hier de appartement gehuurd. Mm-hmm. Maar ik heb hem even verkocht. Ik ga het later weer huren. Oeh, joh. Maar wat kost hij niet te veel anders? 1600 per dag. Oh ja, dat is wel redelijk duur. En ik had er vandaag uit de Daily Lucky Wheel ticket. En? Had ik 30.000. 30.000? Ik heb nu weer 65.000. 65.000, dan heb je die RS6 nog? Ja, tuurlijk. En rij je daar vaak mee? Ja. Vind je een leuke auto? Ja. Fijn. Hij staat al bijna 200 kilometer op. 200 kilometer? Ja. Zo, je bent wel ver gaan rijden dan. Alleen in de ochtend, dan is het niet zo druk in de stad. Ja, dat klopt. En dan kan ik gewoon vol gas rijden. Dat klopt. Als het niet zo druk is, dan kan je gewoon lekker doorrijden. Hé, hey, Piet, wat dacht je als we nu eens gaan parachute springen? Ja, ik weet het niet. Ik weet niet of jij dat wil. Ik wil dat sowieso, Piet. Ik wil alles. Kunnen we nog iemand meenemen? Wie kunnen we nog meenemen dan? Misschien iemand bij Lommeng die helikopter heeft. Wacht, dan eerst even naar de luchthaven, dan gaan we daar even een parachute nemen, oké? Ja, we moeten eerst eventjes een parachute halen. Ja, even kopen. Hoeveel geld heb jij op zak? Ik heb genoeg geld op zak, komt goed. Ik heb namelijk geen gehad. Zo, maar vind je van mijn nieuwe R7? Oh, hey. Ik had hem al gezien. Ja, dat toen, gisteren zag ik jou rijden in de stad. Echt? Ja, een beetje. Daar. Oh, au! Oh, gaat het? Ja, met mij gaat het wel. Gaat mee hoor. Ja, een beetje heen en weer. Geel motorlampje. Welke? Geel motorlampje. Oh, en die auto was ook geel. Ja, dat matcht wel goed, hè? Ja, dat is wel goed. Ja. Dat is wel goed, inderdaad. Holy shit. Hoeveel auto's heb jij nu wel niet? Niet zo heel veel, ja. Je hebt die ene Porsche. Ja. De 6Q6 en de Audi RS7. Ja. Ik denk, welke
maar nog meer. Nee, zo heel veel, joh. Oh! Meneer! Dikke gek, wat gaat u allemaal doen? Dikke gek nog dikke gek? Ja, een dikke gek, die staat gewoon in het midden van de weg stil. We staan er, Mario. En jij rijdt tegen het verkeer in. Oh, ja. Ik sta gewoon... Nee, oh, ja, dit dat is waar. De goede baan, hoor. Shit. Nee, luister, hè. Wie is hier nou de dikke gek? Joe! Marius, ja, dank. Ik ga sparen voor helikopter. Dat zijn mensen zonder rijbewijs, moet je ook naar luisteren. Hij spaart een helikopter. Ja, en dan ga ik allemaal plantjes verzamelen. Ga je plantjes verzamelen met een helikopter? Ja, maar ik weet niet of ik zo goed kan vliegen. Kun je er ook even bij kopen? Ik zal er eentje van jou kopen, wacht hoor. Ja, heb je hem? Dacht, ja, ik heb hem. Nou, dan kunnen we weer rijden. De ambulance is hier ook. Laten eens kijken hoe de achterbank zit. Oh, die zit ook lekker. Ja, de achterbank heeft ook stoelmassage en zo. Wat gebeurt er hier allemaal? Het alles goed hier? Ja hoor. Een groot ongeval. Ik zie een liggende persoon. Je bent de grond aan het meneer. Nee, hij is geraakt door een wiek. Dat is niet best. Is hij nog te redden, collega? Ja, ongeveer 64. Nou, we gaan geen ramtuurtje spelen. Okay. Veel succes. Bedankt. Kijk, je hebt nog een ambulance. Een hele parade, man. Moet je de ambulance even eerst de hek openhouden voor de ambulance. Ja, ja. Gassen, kom maar, rij maar door. Kom maar, we houden de hek open voor jou. Ik is aan. Dank je. Dat wordt dan 1000 euro. 1000 euro? Voor de hekken, joh, betalen. Durf jij te vragen? 1000 euro. 1000 euro? 1000 euro. Och, Piet, die hebben het nou heel duur, hoor. Dat is 1000 euro dan. 1000 euro, jongen. Ja, dat is gewoon zitten. Onze benzine. Onze benzine voor het hekken betalen, kost dat 1000 euro. Wel. Nee, joh. Nu 2000 euro om het begint te regenen. Kijk, hier heb je nog zo'n RSS. Oh shit, man. Buienraad, er stond net op de telefoon nog geen regen. Dat is ook maar een klein buitje. Ja, daarom. Johan uit de lucht. Zo, gaan we naar Lombank? Ja, vraag of iemand een helikopter heeft. Ik denk niet dat er iemand een helikopter heeft. Wij kunnen wel met mijn 6x6 anders naar boven. Dat kan ook nog. Ja. Gaan we naar de Mount Chiliad? Mount Chiliad, dat kan ook wel. Een keer met de fiets heen gegaan. Ben je dan met de fiets naar boven gegaan? Ja, met de BMX. Daar ben je toch wel even mee bezig, lijkt me. Ja, half uurtje naar boven, half uurtje naar beneden. Ik ben altijd even weg hier en dan nemen we die 6x6 even. Oké. Ik heb mijn parachute en mijn telefoon en één broodje en één water. Kijk daar dan, de slagerbus. Piet, ja, hij is klaar. De slagerbus was gecrashed? Ja, die is goed, hè? We zijn klaar om te gaan, hè? Kikker, iPod. Kikker! Hallo? Yo. Wie is dit? Wie zal dit zo zijn? Een lelijke natnek is dit. Ja, ik ben bij deze ontvoerd. Let's go! Ik heb pizza auto gekocht, hè? Een pizza auto gekocht? Weet je wie er bij jou in de auto zit? Het is een RSS. Nee, gauw, ik was wel zijn fucking, hoe heet dat nou? Caddy! Hey, wat? Zit hier ook, hè? Wat dit, Piet? Oh, ik heb een caddy gekost, hoor. Wij wonen met helikopter naar de... Ja, je hebt toch wel een helikopter, hè? Ikke. Oh! Dikke gek, jongen. Jij bent dikke gek, jongen. Jongen, het is toch rood? Dan mag je ook doorrijden. Ik heb een helikopter. Ja, jij hebt toch een helikopter. Ja, zo. We gaan parachute springen. Hoeveel jij gaat ons springen. Ik in jouw helikopter. Er kan maar twee personen mee helikopter. Waar gaan we Meesbank afspringen? Ja, Seasperro. Maar dit is wel heel teleurspellend, hoor. Dit. Vraag gewoon van Meesbank af, jongen. Wat is moeilijk? Piet, we gaan van Meesbank afspringen. Dat is leuk, hè? Dan gaan we parachute aan, hè? Ik heb de Meesbank komen. Ja, maar, de lift. Ik heb geen parachute, snap je? Ja, dat spring je wel zonder. Nee. Jij kan dat toch? Je bent een kikker. Kikkers kunnen toch vliegen? Nee. Nou. Ben je daarbij gekomen? Omdat er gewoon zo is. Waar ga je landen dan? Weet ik veel, in Nederland of zo. Kunnen we naar boven komen dan? Kijk, hier is ergens een lift. Lift, kijk. Wat gaan we doen, jongens? Met de lift naar boven. De kikker probeert je een 6x6 te steken. Ja, hij is op slot, hij gaat niet zoveel doen. Kunnen we hem nog zien naar beneden? Nee, ik kom. Doe dat ding open dan. Nee. Nee, ga mee springen. Dan kan ik je ophalen. Ik heb geen parachute toch? Wacht maar beneden, wij komen zo weer naar beneden. Kan hier op het randje staan? Dikke gek, wat denk je dat je van plan bent, hè? Ik kan hier gewoon staan. Ja, daar afgooien. Ja, Piet kan daar staan. Ja. Wat gaan we doen? Haptee! Nee! Marius! Je leeft nog! Nee! Oh, en nu zit je voor altijd. Oh! Bro! Oh. Maar je bent echt een dikke hond, hè? Hey, is het survival of the fittest? Nee. Ik heb een parachute, hè? Nee, niet doen alsjeblieft. Ik weet niet doen. Oké, wacht, we moeten een reddingsoperatie doen. Piet! Nee, Piet! Huh? Je leeft nog. Hey, we moeten een reddingsoperatie doen. Ik moet jullie komen halen met een helikopter! Oh, pas op! Dikke lul, vriend. Ho, ik kom. Gewoon springen, denk ik. Gewoon springen, hij heeft geen parachute. Hey, wat denk je dat je aan het doen bent? Ik hoop dat je gewoon, dat je zo op de knieschijf rijdt en dat je in elkaar vindt. Maar, Maar wat, hè? Maar wat, hè? Nee. Als je nu zelf eraf gaat, ben je dood. Laat me los, ik ga dood. Ik zou je nooit laten vallen, een kikker. Jawel, je deed het net. Nee. Oei, dit is wel een mooi uitzicht hierboven. Ja, alleen, ik denk wel dat iedereen denkt dat wij daar gekomen. Wat gaan we doen? Moeten we de ambulance bellen? Johnny? We gaan de politie bellen, misschien kunnen we hem redden. Hallo? Ja, we staan dus net
niet boven, maar iets verder naar beneden, maar we kunnen hier niet weg. Als je naar boven met de lift komt, dan ben je naar links. Iedere keer dat ik met links. Deze man in de auto stap, gaat dit gebeurt dit soort shit. Hallo, meneer, ik hoor u praten. U moet roepen. Er zijn te veel randen hier zo. Meneer. Bij het Meesbank logo gebeuren. Nee, we moeten facetimen. Ja. Ja, jullie moeten een grote reddingsactie opzetten. Je moet wel even kijken. Is er toevallig een collega die beschikbaar is om MMT een helikopter te gaan starten? Ik weet niet of je weet, maar die dingen zijn echt 10 meter breed. Oké, we hebben een probleem. 37. Er zitten 3 mensen vast op de rand van blokpark Meesbank. Ze zitten letterlijk aan de rand van Meesbank en... Ja, ik hoor een helikopter! Help! Johnny! Hallo! Johnny, douchie! Johnny! Waar is die heli? Weet niet. Links. Hij gaat links komen. Ja, daar is hij. Ja, daar is hij. Johnny! Help! Help! Dat kan nooit. Nee, dat kan inderdaad nooit. Help! Hey, misschien, kijker, als jij naar beneden springt en dan land je zeg maar in de helikopter. Hebben jullie parachute? Ja, nee. Ja nee. Twee van de 3 wel. Oké, waar kan ik parachute halen? Ja, maar die kan je niet geven ofzo. Dat is een beetje een ding. Nee, maar dan kom ik naar beneden springen. Nee, grapjes. Jawel, okay, en dan zit jij hier vast. Ja, daarom. Hey, pas op met die dingen, met die wieken, man, denk ik. Als ik hier niet dood flikker, sterf ik wel dood aan de honger. En niet op dit stukje komen dan? Dat dacht ik ook wel, maar... Er kan toch geen helikopter komen? Nee, er is een helikopter, jongen. Wat heb ik ook te verliezen? Ja, maar de ambulance helikopter. Nee, joh, maar ga je daar echt proberen? Waar is hij heen? Ga je maar die wikkie, Johnny! Kijk, kijk! Gaat hij weer naar De kikker! Dood. Hey, maar wat doen we nu eigenlijk nog? Wij kunnen gewoon springen. Nee, niet springen. Niet springen. Ik wil het niet meer. Niet springen. Ik heb een parachute, meneer. Degene die gevallen is, was de enige zonder parachute. In dat geval kan je gewoon springen nu dus. Gaan we springen? We moeten de kikker helpen misschien. Joe! Joe! Hey, kikker, jongen. Waar is hij? Piet! 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 Auw! Oh shit. Holy shit, man. Oh, ik ga hier echt vol tegen de Meesbank vliegen ofzo. Wacht, ik moet even een rondje maken. Hij staat ook vol ambulance beneden en zo. Oh nee, de kikker is wel mors dood, denk ik. Wat een sukkel. Hallo. 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 Oh, hij is hier. Hallo. Hij is van een hoge hoogte, ja, naar beneden is gevallen. Ik moet hem helaas dood verklaren. Kikker is dood. Ik wens zijn familie veel sterkte toe. Is hij helemaal van naar boven gevallen? Wie is naar beneden gevallen? Helemaal van naar boven. Nee. Nog laatste woorden? Je hebt nooit wat betekend voor de maatschappij. Kom Piet, we gaan weer verder met onze dag. Wij hebben wat leuks gedaan, jongen Piet. Joe. En wat vond je van deze fijne dag? Ja, ik vind het wel jammer van de kikker, hè. Nou, maar het is maar de kikker, hè. Ja, wij. Waar is Do? Is Kalash in de stad? Ik zal hem even bellen. Ik moet even mijn geld op de bank zetten. Ik weet wel dat we niet meer parachute springen. Nee, we moeten inderdaad niet meer parachute springen.